Hallo Friends Cassie, welkom weer. Ja, deze was dan een update video. Ik wil nog even wat dingetjes gaan vertellen. Om 3 uur ga ik weer een Cosmet Challenge geven, daar op het DBA-veld. Het is van de Lizzie, maar er was nog wat. Ik heb zo even naast zitten denken. Ik dacht zo van, nou ja, er is een hele grote kans, een hele grote kans dat er niemand komt. Nee, want dan wou ik zeggen van, je hebt het niet zelf in de hand. Je doet een oproep en je hoopt maar dat er zoveel mogelijk mensen komen. Daarom verbaast me dat nog altijd, die ene keer op 12 november, dat er 12 man kwam. Ja, en ik heb zo gedacht van, komt er vandaag niemand, dan heb ik er wel vrede mee. Want je hebt het allemaal niet zelf in de hand. Je doet wat ik zeg, je doet een oproep. Je hoopt maar dat er zoveel mensen komen. En als er niemand is, dan houdt het gewoon op. En dan, ja, dan is er in mijn webshop afgelopen. Dan houdt het gewoon op. Ik kan er echt verder niks aan doen. Ik heb mijn best nog gedaan om het voor te bereiden en al dat soort dingen. Dan heb ik mijn best gedaan, maar dan houdt het op. Ik ben nog maar in december vorig jaar. Toen explodeerde ik gewoon omdat er niemand was. Maar ja, wat kan je eraan doen? Als er verder niemand komt, dan houdt het op. Ik heb mijn best nog gedaan. Ik ga me er dan zelf bij neerleggen. Dus dat wou ik nog even zeggen. Ja. Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Nog even snel wat informatie. Ik neem vanmiddag wel een bal mee. Als je zelf ook een bal meeneemt, is het ook wel goed. De prijs is veranderd. Want ik had eerst zo'n gouden blik energy in gedachten. En dan moet ik bij Jumbo zijn. En er is geen mogelijke manier meer om uit te komen. Is gewoon, dat kan niet. Dus je moet wat anders kopen vanmiddag bij de Albert Heijn. Dus die prijs die wordt veranderd. Ik denk in een fles drinken met een zakje snoep eraan. Iedereen krijgt achteraf nog een beetje energy van mij en we proberen er een leuke middag van te maken. Ik heb mijn best gedaan, als niemand komt, dan houden we het op. Dus ja, vanmiddag 3 uur, DWF bij de Kano en we zien hoe het gaat lopen. Het is wat ik zeg, het is de laatste semi-webshow, dus er komt daarna geen semi-webshow meer. En het is de allerlaatste cosmetics, dat betekent dat er geen cosmetics meer komt, dat het gewoon over en uit is. En ik hoop die prijs nog even binnen te halen. Wat ik zeg, komt er niemand, houd het op, ik heb mijn best gedaan, dat soort dingen. Ik hoop je vanmiddag om te zien en ik zeg mooi. Daar zijn we wel eens. Het is ja, 3:30. Ik heb me al gewacht. Er is niemand. Ja, zoals ik verwacht had natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, wat moet ik nou zeggen? Ik denk dat ik wel duidelijk was. Het is nu gewoon voorbij. Geen cosmetics meer. Die ga ik echt niet meer doen. Sowieso hier niet. Sowieso hier niet. Hierna niet meer. Nou, dit. Het is over. Het is done. Dit is het einde van de Sema webshop. En wie ben ik ook al, hè? Maar gewoon kijk van de stomme devs, idioot. Ja, jongen. Ik wil zoveel zeggen, maar ik mag niemand de schuld geven hiervan. Want dan ben ik een ondankbare hond. Hè? Ik heb een keer in een video in december. Was ik een beetje boos. Ik ook kon een beetje wat doen en er was niemand. En toen zei ik er wat van. En toen gelijk in de reacties doen is niet zo ondankbaar. Dus ja, ik mag er niks van zeggen. Maar ik ga het gewoon doen. Fuck jullie. Ik ga er gewoon wat van zeggen. Ik ga het gewoon even uitleggen. Ten eerste, dit is gewoon de laatste Cosmet Challenge. Dit ga ik echt gewoon niet weer doen. Gewoon niet weer. Klaar, punt uit. De tweede keer dat dit gebeurt. Oké, één keer heb ik ook een keer gezegd dat het zou gebeuren. En ja, toen heb ik ook nog duidelijk gezegd, nee, het kan toch niet doorgaan. Ten tweede, 5 euro uitgegeven aan snoep en drinken, een prijs, al dat soort dingen. Ten derde, ik sta hier als een of andere volslagen idioot te wachten. En er komt niemand en te wachten en te wachten en te wachten. Ten vierde, ik probeer zoveel mogelijk informatie door te geven met video's van wat er gaat gebeuren. En ik zelf zet er nog een reactie en dat soort dingen neer. Dat ik echt duidelijk maak dat het de laatste keer is. Dus als er nou iemand komt, dat ik geen tweede kansen weer ga geven. Dus dat is het ook. Nou ja, nu komt het gewoon echt wat ik echt ja, jammer vind. Nee, ik ga maandag weer naar school. Dus, of dinsdag. Dus ik denk, ik wil nog een geweldige afsluiting hebben van de zomervakantie in Cosmetiales of zoiets. Want het gaat dit jaar echt moeilijk worden op school. Ik denk, kom maar jongens, nog één keer, we gaan nog één keer knallen. En een beetje lol maken. Nope, nee.
En ik had gehoopt nog om op een leuke afsluiting met de Sim Webshow dat ook al gefaald is. En je weet nog wel, die laatste Cosmo Challenge. En toen keek ik er al naar uit, dacht ik in juli, maar het is augustus of september gewonnen. Nog één keer. En dan drie Cosmo Challenge, ik had het allemaal al uitgewerkt en zo. Ja, uitgewerkt. En nu ga ik nog één ding zeggen. En misschien komt dit hard aan, maar ik ga het gewoon zeggen. Het kan me echt helemaal niks meer schelen nu. Ik heb mijn pa, die heeft ook die video gezien. En hij zei zo van... die jongens van de Cosmo Challenge, die lijken me heel erg aardig. Ik denk wel dat je leuke dingen met ze kunt gaan doen. Toen zei ik, nou, dat weet ik niet. Ik ga niet zomaar iemand, ga niet zomaar een hele gang vertrouwen. Maak ik gelijk of niet? Ik vertrouw niemand meer. Ik ga echt niet meer in iemand vertrouwen, hoor. Zo vaak geneukt van achter. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat zijn mijn pa. Die had er vertrouwen in. En ik mag wel negatief zijn of wat. Maar ik had er geen. Ik zei gewoon tegen hem van. Nee, ik weet het niet. Ik ga niet zomaar een hele gang vertrouwen. Ik heb iets onmogelijks aan 12 november. Ik dacht misschien lukt het twee keer. Nee. Maar ja. Zet maar in je reactie dat ik een ondankbare hond ben, maar ik mag ook gewoon mijn mening geven. Dit is mijn mening. Dus dit was het, waar het uit. Laatste een webshow, die doe ik maar over het grootste verhaal dat ik jullie nog wel beloofd. En ik ga gewoon nooit meer een film maken met andere jongens, dat allemaal wel zelf. Ja, ik pak er nog maar eentje voor mezelf, een blikje Energy. Ik heb hier een hele tas vol. In de toon wel eens gezet. Ik ga nooit meer een video doen met andere mensen. Ik doe het allemaal zelf. Keihard misschien een challenge, maar daar blijft het ook bij. Twee keer is de limiet voor mij. Twee keer achter elkaar gebeurt dit. Is gewoon een limiet voor mij klaar. Oh ja, nog één ding. Oh ja, wat ik wil zeggen. De toon is gezet. Gek als wat je meer klappert uit. Ik wil nog één ding zeggen. Ik heb misschien gezegd in die video van dat dit laatste was. Weet je, ik heb gelogen. Ik wou volgend jaar wou ik nog wel eentje doen. Ja, dat ik denk maar niet dat ik een webcidio ben. Ik zou zeggen bedankt voor... ik zie je wel weer bij de updates. Ja, die kwamen terug naar deze video. Ik zie je wel volgende week zaterdag weer bij de update. Mooi. Ja, maar gewoon godverdomme niet mijn mening geven. Dan ben ik gelijk ondankbare hond. Ja. In ieder geval, als je gekwetst voelt, dat spijt me dat. Maar... je moet verdomme maar eens één dag in mijn schoenen staan. Mooi. Spijt me. Ja, ik heb gezegd dus in die video vanmorgen dat ik niet ging klagen dat ik mijn e-mail zou leggen, maar ik kan er niet. Ik wou je gewoon wat voor zeggen. Dat wou ik graag doen. Ik ben ook een mens, ik heb ook een mening. Dus ja. Ik kom die. Belofte niet aan dat ik er nu niks van zou zeggen. Het spijt me nogmaals, het spijt me enorm. Er komt nog één Simwebshow, dat is het grote verhaal. Die ga ik morgenavond opnemen. En dan de updates die komen terug. En daar ga ik nog wel een uitgebreide video over maken. Ik zou zeggen, het spijt me voor mijn mening te geven. Het spijt me voor te organiseren. Ja, mooi.